Er wordt een 14-jarige jongen aangemeld bij dokter Leo Kannenhuis. Danny is zijn naam. De jongen wordt aangemeld door een behandelaar van een GGZ-instelling die er een beetje mee omhoog zit. Want de ingezette behandeling, die werkt niet. En hoe moet het nu verder met Danny? Ook de ouders zijn radeloos en weten niet wat ze met deze jongen aan moeten. Nou, daar gaan wij het vanavond over hebben. En we hebben een gast waarmee we dat bespreken. GGZ-psycholoog Kaya Hoekstra van dokter Leo Kannenhuis. Welkom. Dank je. Wat doe jij precies? Ik werk bij het diagnostiek, advies en consultatieteam, waar mensen aangemeld kunnen worden van alle leeftijden, met vragen over de diagnose, we kunnen second opinion zijn. Mensen kunnen aangemeld worden als er vragen zijn over de behandeling, welke behandeling is het meest geschikt. En er kunnen ook hulpverleningsinstanties zijn die zeggen van nou, wij zijn aan het behandelen, we weten niet of we op de goede weg zitten, kun je met ons meedenken. Gebeurt dat veel, dat organisaties langskomen voor een second opinion bijvoorbeeld, of voor advies, omdat ze het zelf niet zo goed weten? Ja, dat gebeurt heel regelmatig. Dat mensen toch graag advies willen hebben over van, nou, welke behandeling, of nou, klopt de diagnose nog wel, of zitten we op de goede weg? Dat komt heel regelmatig voor, ja. Oké. Nou, we hebben de casus van Danny al enige tijd geleden online gezet. Ook met een animatie erbij. Natuurlijk een klein sumier verhaaltje over Danny. Daarin hebben we niet alles verteld. En we hebben gevraagd of u wilde reageren. We hebben de vraag gesteld, welke informatie heb je nou nodig om verder te kunnen met Danny? Om een goed plan te ontwikkelen. Nou, daar is veel op gereageerd, tot onze vreugde. En er zijn goede vragen en een hele relevante opmerkingen gemaakt. En die gaan we ook proberen in deze uitzending te behandelen. Dat gaan we in deel 2 van dit programma doen. U kunt ook tijdens de uitzending reageren. We hebben een chatbox onder in beeld. En daar kunt u vragen en opmerkingen kwijt. En die gaan we dan in dit programma behandelen. Ja, en het gaat dus om de 14-jarige Danny. En we hebben het verhaal in 1 minuut verteld in een animatie. En die hebben we online gezet. Een aantal van u heeft die waarschijnlijk al gezien. Maar misschien een aantal van u ook nog niet. Dus we laten hem nog een keer zien. Dit is Danny. Hij is 14 jaar en heeft autisme, de stoornis van Asperger. Danny heeft vaak ruzie met zijn ouders en jongere broertje. Hij kan dan behoorlijk tekeer gaan. Maakt ook dingen kapot. Daarna kan hij erg verdrietig zijn. Hij zondert zich dan af en gaat gamen. Danny gaat niet graag naar school. Reizen met openbaar vervoer durft hij niet. Via een GGZ-instelling wordt behandeling ingezet. Na een paar gesprekken komt Danny niet meer. Op mails reageert hij nauwelijks. Ook de ouders zitten met hun handen in het haar, want adviezen werken niet thuis. Hoe moet het nu verder met Danny? De casus, Danny, hoe ga je daar nou mee aan de slag? Je krijgt die casus op je bordje en kun je in grote lijnen beschrijven welke stappen je dan zet? Ja. Nou, we nodigen dan Danny uit met zijn ouders in principe. Liefst ook met een verwijzer als dat kan. Maar soms doen we dan ook telefonisch overleg van tevoren, dat kan ook. En dan willen we dus een aantal dingen weten, met name van hoe kijkt men tegen de diagnose aan? Zijn er vragen over? Is de diagnose duidelijk? Je wilt weten van waar loopt men tegenaan en wat zijn de problemen? En wat zijn de vragen die ze ook aan ons hebben? En vervolgens gaan we daarmee naar ons team. Dat bestaat uit een aantal gedragswetenschappers, psychiaters, maatschappelijk werk, ambulante begeleiders. Multidisciplinair team eigenlijk. Multidisciplinair team. En dan stellen wij een onderzoekstraject op, wat we met Danny en zijn ouders bespreken. En ook met de verwijzer van, nou, is dit, dit willen we eigenlijk doen om goed antwoord te kunnen geven op jullie vragen. Dan gaan we mee aan de slag. En hoe lang dat duurt, dat is wisselend afhankelijk van de hulpvraag en nou, wat we willen inzetten en wat er al gedaan is ook. En vervolgens komt daar een advies uit of een diagnose, net wat er gevraagd wordt. En dat wordt dan besproken in het team weer, maar vervolgens ook uiteraard met Danny en zijn ouders en de verwijzer. In die volgorde ook? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat Danny of ouders wat zien en zeggen van, dat herken ik niet. En dan? In de adviesfase. In de adviesfase, dat kan. En dan, kijk, het hoeft niet beperkt te blijven tot 1 gesprek over het advies. Het kan ook zijn dat we naar aanleiding van het advies zeggen, oké, dan hebben we nog een aantal dingen die we nog verder moeten uitzoeken. Het kan ook zijn dat we zeggen, oké, we hebben meerdere gesprekken nodig om duidelijk uit te leggen wat er nou precies aan de hand is. Of wat we verder zouden willen. Ja. Ik begrijp wel dat er van heel veel kanten eigenlijk naar zo'n casus wordt gekeken. Ja, klopt. Nou, we gaan wat meer de diepte in natuurlijk bij deze casus. Maar dat gaan we doen op basis van uw reacties en vragen die binnengekomen zijn. En dat gaan we doen in deel 2 van dit programma.
Ja, we hebben al die reacties en opmerkingen rond de casus van Danny. Die hebben we geprobeerd te clusteren op thema's, subthema's. En we gaan proberen om op basis van die thema's door deze casus heen te gaan. En ik pak de eerste bij de kop. En dat is ook een belangrijke volgens mij. Want hier wordt de vraag gesteld, wat is het primaire probleem? Angst of autisme? Want Danny heeft ook een angstprobleem, hè? Bleek. Ja, hij durft niet naar school. Daar wordt iets over opgemerkt door Cornel, Els en Karin. Er zijn meerdere mensen die er wat over zeggen. Maar ja, is het angst of is het autisme? Hoe kom je daar nou achter? Ja. Nou, dat is vaak heel erg lastig om goed te kijken van wat is nou het autisme en wat is nou angst. We weten natuurlijk bij autisme, doordat die andere manier van informatieverwerking en ook door vaak de gedetailleerdheid, hè, de gerichtheid op details, dat het voor mensen met autisme vaak heel lastig is om goed overzicht te krijgen van hoe zit de wereld nu in elkaar of hoe zit een bepaalde situatie nu in elkaar. Daar kan angst uit ontstaan. Ja. Als je zeg maar dan dat voorspelbaar kunt maken vanuit het autisme, voorspelbaar kunt maken, structuur kunt maken, zodat zeg maar die angst minder wordt, dan zeg je van nou die angst is logisch voortkomend uit autisme. Maar wat we ook vaak zien is dat er een angststoornis staat naast het autisme. Waarbij die angst zeg maar in allerlei situaties voordoet, die ook al langer duurt. En die zelfs als je het heel voorspelbaar maakt vanuit het autisme en heel veel structuur biedt, dan nog dat je die angst niet onder controle krijgt, dan spreken we van een angststoornis. En dat komt erg vaak voor. Maar is er dan een andere oorzaak die die angststoornis veroorzaakt? Dat is dan niet het autisme? Het is vaak wel het autisme zeg maar, waar je dat uit doet staan, maar vaak generaliseert dat zeg maar, vanuit angsten die opbouwen vanuit zeg maar, nou, jarenlang ook niet goed behandeld, begeleid zijn, kan opstaan. Maar het is natuurlijk ook, we weten dat in oorsprong ook autisme en angst ook dicht naast elkaar liggen qua ontwikkelingsstoornis. Ja. En het is ook lastig vaak om daar onderscheid tussen te maken. En kan het dan ook zo zijn dat je een angststoornis hebt ontwikkeld en dat er misschien helemaal geen sprake blijkt te zijn van autisme? Ja, dat kan zeker. Ja. Dan komen jullie tot de conclusie dat er geen autisme is? Ja, dat gebeurt ook geregeld. Dat we dus zeggen van nou, er is geen sprake van autisme. Het is echt een angststoornis. En dan kan die ook als zodanig behandeld worden. En dan is er eigenlijk sprake van een verkeerde diagnose in een eerder traject? Ja, dat kan zijn. Ja, dat kan. Dat gebeurt ook. Ja. Okay. Ja. Tweede thema is, wat zijn nou eigenlijk de talenten en de krachten van Danny? En kun je niet aansluiten bij waar de jongen vrolijk van wordt en waar hij goed in is? Ja. Wat motiveert Danny nou eigenlijk? Ja. Nou, dat is een hele goede vraag, want het is ook heel erg belangrijk dat je goed kijkt naar wat zijn de sterke de kwaliteiten van mensen. Vaak vinden de jongeren het zelf vaak lastig om aan te geven, maar ouders en school kunnen daar vaak een goed antwoord op geven. En dat kunnen dingen zijn als van, nou, wandelen of fietsen. In Dennis' geval, die is gek op dieren. En hij fietst graag, hij luistert graag naar muziek, gamen, uiteraard haast. En hij houdt van voetballen. Nou, dat zijn dan dingen waar je rekening mee kunt houden in je behandeling bijvoorbeeld. In je behandeling daarop ook richten. Voor school betekent bijvoorbeeld. Ik vind dit redelijk voor de hand liggen op een of andere manier, hè, dat je dat doet. Dus ik kan me ook voorstellen dat zo'n GGZ-instelling dat natuurlijk al geprobeerd heeft. Of niet? Ja, GGZ, uiteraard kijk je daarnaar en probeer daar rekening mee te houden. Maar het is vaak toch, wij zijn natuurlijk wel heel erg gericht op het voeren van gesprekken. En een jongen als Danny die zich toch lastig kan uiten, die het moeilijk vindt om over zijn gevoelens te praten bijvoorbeeld, ja, die heeft toch veel vaak weer behoefte aan het doen. En heeft vaak niet eens zoveel zicht op van wat nu zijn eigen sterke kanten zijn. Dus dan is het belangrijk om dat ook met hem te horen. Van, nou, als je bijvoorbeeld heel gespannen bent en je luistert graag naar muziek, helpt dat dan? En mag je dan zover gaan dat je ook zegt van, nou, misschien moet je eens een keer bij het voetbalveld gaan kijken als behandelaar? Ja, dat kan heel fijn zijn om samen met Danny naar het voetbalveld te gaan. Zeker als hij ook angstig is om naar buiten te gaan. Dan kan dat een hele goede ingang zijn. Of dat je zegt, van, nou, in het geval van Danny, die heeft 2 hondjes. Nou, gaan we eens met de hondjes wandelen. Dat kan een hele goede ingang zijn. Ja. Dat je vanuit. Dan ontstaat er een sfeer die wat losser is, die wat makkelijker is. Die aansluit bij zijn wereld. Ja. En vanuit die wereld kun je dan makkelijker, heb je misschien wel makkelijker toegang weer tot Danny. Ja, want een gesprek voeren is vaak heel erg lastig. Ja. 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 Nou ja, dat werd ook een opmerking. Ik stap even door naar die opmerking. Er zijn 3 mensen die er zelfs wat over hebben geschreven. Leva, Kitty en Monique schreven iets over communicatie. Praat Danny goed? Vindt hij praten eigenlijk wel fijn? Ik bedoel, er zijn ook mensen met autisme die
dat eigenlijk helemaal niet goed kunnen of niet fijn vinden. Ja, ja. Het is heel wisselend. Er zijn mensen die heel veel praten. Hè? Er zijn mensen met autisme die het fijn vinden om te praten. Mm-hmm. En die soms moeilijk gestopt kunnen worden. Mm-hmm. In Danny's geval, Danny sprak wel over zeg maar wat concrete onderwerpen, kan hij wel wat vertellen. Maar hij praat niet over zijn gevoelens. Hij praat niet over wat hij moeilijk vindt. Dat heeft hij nooit gedaan. Mm. En hij vindt dat ook heel erg moeilijk. Mm. Daarover een gesprek. En maakt hij ook gebruik van ondersteunende middelen? Want dat werd ook gevraagd, dat was een goede opmerking overigens. Maakt hij gebruik van ondersteunende middelen? Nee, er werd geen gebruik gemaakt in de gesprekken die hij tot nu toe gevoerd had van ondersteunende middelen. Dat is een van de dingen die we wel gemerkt hebben, dat hem heel erg hielp als je gewoon dingen uittekende voor hem. Het visualiseren eigenlijk. Ja, het visualiseren is heel belangrijk. Ja. Ja. Ontdek je dat dan of zit dat al in het dossier wat je aangereikt krijgt? Dat is wat we in dit geval ontdekt hebben. Okay. Door het gewoon te doen. Ja. Ja. Door het te visualiseren. En niet iedereen met autisme is visueel sterk of heeft daar behoefte aan. Of, sommige mensen hebben het toch liever via het horen. Maar voor Danny is het heel belangrijk om het te visualiseren. Mm. Ja. Ja, school. Belangrijk onderwerp natuurlijk in het geval van Danny. Want Danny gaat niet graag naar school. Nee. Wat zoek je dan allemaal uit rond school? Ja. Dat is nogal wat. Ja. Want waar zit de oorzaak, zou ik maar zeggen? Ja. Nou, je neemt contact op met school en je kijkt van nou, wat doen zij en wat kunnen zij. In dit geval had de school ontzettend veel gedaan. Dat is een reguliere, voortgezette school en die deed ongelooflijk veel voor Danny. Hij heeft ook bijvoorbeeld het lesprogramma aangepast, ook aan de interesses van Danny. Een aantal vakken vond hij heel erg leuk. Nou, kijk je of die daar, zeg maar, of je hem daarmee kunt motiveren om toch naar school te komen. Mm-hmm. Maar goed, het is wel een reguliere school en die kunnen dus niet een hele lesprogramma om Danny heen bouwen. En dat betekent dus dat er bijvoorbeeld ook tussenuren zijn die niet ingevuld zijn. Ja. En dat betekent in Danny's geval in een hal zitten waar veel kinderen door elkaar heen lopen, waar veel lawaai is, waar hij dan last van heeft. Dan weet hij ook niet goed wat hij moet doen, hoe hij aansluiting kan vinden. Kun je een oplossing vinden door hem in een huiswerkklas te zetten. Maar we weten ook bij Danny, huiswerk maken is lastig, want hij weet vaak niet goed waar moet ik nou beginnen. Als hij vastloopt, heeft hij eigenlijk geen idee van hoe hij dan verder moet. Hm. En hij snapt ook eigenlijk niet wat hij niet snapt. Dus dat is ook heel lastig voor hem om hulp te vragen. Hm. En iets als pesten bijvoorbeeld, wordt dat ook onderzocht of zo'n jongen dan gepest wordt op school? Ja, dat wordt ook zeker nagevraagd bij de mentor en ook uiteraard bij bijvoorbeeld Danny zelf. En wat we dan vaak zien is dat de jongeren zich vaak ook wel gepest voelen. Maar waarbij de mentor zegt van ja, ik zie het niet zo duidelijk. Maar door bepaalde opmerkingen die er gemaakt worden, voelen jongeren zich soms snel gepest. Ja. Ja. Ja, dat is dan de betekenis die zij daaraan toekennen, aan wat ze om zich heen zien. En dat... Ja, een opmerking, hè? Als hij bijvoorbeeld een paar dagen niet op school geweest is en hij komt dan op school en ze zeggen van, zo ben je er weer. Ja, ja. Dat kan Danny opvatten als pesten. En een ander glijdt die opmerking zo... Ja, die hebben dat niet eens in de gaten. Ja, ja. Ja. En ouders en school? Nou, die samenwerking is erg belangrijk. Kijk, wat er op school gebeurt, zeker bijvoorbeeld met huiswerk. Dat ouders weten, kan ik daarop inspringen? Kan ik dan thuis hem verder helpen met huiswerk? Ja, dat is vaak heel erg lastig om het helemaal 100% af te stemmen. Want op zo'n middelbare school met allerlei verschillende vakken, verschillende docenten, ja, vraagt dat ongelooflijk veel. Ja. Maar in dit geval was er een enorm goede samenwerking met de school en met ouders. Dus daar lag het eigenlijk allemaal niet aan? Nee, daar lag het niet aan. Maar het was in feite eigenlijk te veel voor Danny. Ja. Ik meen me te herinneren dat er ook iets was met openbaar vervoer. Want Danny durfde ook niet met de bus, hè? Hij durfde ook niet goed zelf te reizen, zelfstandig reizen. Nee, ook allemaal sowieso het naar buiten gaan vond hij erg moeilijk. Maar kan die angst voor het openbaar vervoer dan bijvoorbeeld voor hem de reden zijn dat hij zegt, ik wil niet naar school? Dan is er helemaal geen probleem op school, maar is het juist de reis daar naartoe? Ja, nou ja, dat is ook iets wat je dan met Danny gaat uitzoeken, van wat is het dan precies? En eventueel kijk van wat is er al gebeurd in dat opzicht? Van is er al iemand mee? Gaan ouders mee bijvoorbeeld, hè, met openbaar vervoer? Dat kan. En helpt dat dan? Ja. Of juist niet? Of is het toch de angst van wie kom ik daar tegen in een bus? Dat is iets wat je echt moet uitvragen en uitzoeken. En soms ook gewoon doen. Ja, want waar vraag je dus echt uitvragen? Dat vraag je uit bij Danny dan in dit geval, denk ik. Sowieso, en ja. Stel, de jongen praat niet zo makkelijk. Dan kom je er ook niet goed achter, hè? Nee. Nou ja, dat ook, kun je kijken of je dat met visualiseren kunt doen. Maar ook dat je zegt van, nou, kom op, we gaan er samen, hè? Gaan we die rit maken. Ja. Ja.
wat gebeurt er dan? En dan onderweg ook bevraagd op het moment dat het ook gebeurt. Ja. Nou, een ander onderwerp wat door Riki en Anja wordt aangedragen is... hoe zit het dan eigenlijk met de prikkelverwerking van Danny? Mm-hmm. Is er een sensorisch integratieonderzoek gedaan? En wanneer is dit gedrag begonnen? Is daar een relatie te leggen misschien? Is Danny geleerd om te gaan met spanning en ontspanning? Dat soort zaken. Ja. Dat onderdeel van jullie zoektocht? Ja, dat is natuurlijk altijd iets wat je moet uitvragen. Van hoe gevoelig is iemand voor allerlei prikkels? En in Danny's geval was dat vooral voor geluiden en voor aanraken. En wat wij eigenlijk als hypothese hadden... en dat bleek ook wel naarmate we langer met Danny omgingen... was dat dat vooral de onvoorspelbaarheid daarin was... Van harde geluiden kon hij op zich tegen als hij maar wist dat er een hard geluid kwam. En aanraken vond hij vervelend. Tenzij hij van tevoren wist dat iemand hem ging aanraken. Ja, ja. Maar het is altijd erg zinvol en we doen daar ook veel. We proberen daar ook erg goed op te letten. Ook onderzoek naar te doen en eventueel ook bij gespecialiseerde mensen verder onderzoeken. En eventueel ook behandeladviezen te vragen van hoe ga je om met mensen die heel veel last hebben van die prikkelverwerking. Ja, ja. Ik kijk ondertussen ook even op mijn scherm en ik zie nog steeds dat de chatbox aangeeft dat de service unavailable is. Dus niet beschikbaar, vermoed ik. Af en toe komt er wel een reactie door, geloof ik. Maar niet veel, dus onze excuses. De chat doet het dus niet. Gelukkig hebben we heel veel reacties vooraf verzameld, dus daar kunnen we nog wel even mee vooruit. Dan een onderwerp wat ook aangekaart werd door Paulien, Esther en Anja... Het is de relatie met de behandelaar. Mm-hmm. En dan hebben we het over de vorige behandelaar bij de GGZ. Voelt hij zich wel veilig bij zijn behandelaar, vraagt Anja. Heeft die behandelaar wel kennis van autisme? Mm-hmm. Ja, je zou zeggen van dat is een overbodige vraag, maar misschien ook wel niet. Ik heb zelf autisme, schrijft ze, en mijn behandelaar geeft aan dat ik om puzzeltijd mag vragen. Met andere woorden, ik begrijp niet altijd goed wat mijn behandelaar bedoelt en wat hij vraagt. En geeft mij dan tijd om daarover na te denken. Ja, dat is ontzettend belangrijk. Hè? Want we willen heel graag weten van hoe is ook de verwerking van informatie. En we zien natuurlijk heel vaak dat dat veel trager loopt. En soms zijn wij dan veel te snel met onze onderwerpen ook die we willen bespreken. Terwijl de jongere, in dit geval Danny, dan nog bij het eerste onderwerp is wat eigenlijk aan de orde kwam. En dat kan iets heel kleins zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn het feit dat hij... straks of die straks al op tijd is om weer naar huis te gaan. Of om naar school dat te gaan. Dat zit dan nog in zijn hoofd? Dat zit in zijn hoofd en dan zijn wij met allerlei moeilijke onderwerpen bezig. Maar dat blijft dan in zijn hoofd zitten. En dan is het belangrijk om daar rekening mee te houden. En om te kijken van kun je dat onderwerp zeg maar toch stoppen op een gegeven moment... zodat er weer ruimte komt voor het volgende onderwerp. Hm. En dat is best lastig en dat is zoeken bij elke jongere, ieder kind, ieder volwassene ook opnieuw. Ja, ja. Maar je hebt het dan ook, althans binnen dit thema, worden zaken genoemd als veiligheid. Authenticiteit van de behandelaar wordt ook een keer genoemd. Ja. Een behandelaar moet vooral ook authentiek blijven. Want iemand met autisme prikt daar zo doorheen. Als die niet authentiek is. Ja. Herken je dat? Dat wel eens tot discussie leidt bij jullie? Tot discussie leidt, authentiek. Wat ik zie is dat het soms moeilijk is voor mensen met autisme als je heel expressief bent. Dat ze dan echt kunnen kijken van wat bedoel je nou eigenlijk en wat zeg je nou eigenlijk en wat zie ik nou eigenlijk. En dat mensen met autisme dat er soms navragen van. Van ik zie, lach je nou of ben je boos? En dat het belangrijk is om zeg maar ook je lichaamstaal daarin te benoemen. En omgekeerd geldt dat ook. Van wat zie je nou bij iemand met autisme? Wat zie ik daar gebeuren? Klopt het nou? Hè? Klopt mijn interpretatie van zie hoe jij kijkt? Wat betekent dat dan? Ja, dat vraag je dan? Dat kun je vragen, ja. 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 Het gaat dan om een bewustwording ook. Ja, ja, van beide kanten. Ik heb hem ook opgeschreven. Esther die zegt, of die maakt een opmerking... En die zegt van ja, je moet het niet alleen maar, of soms ook helemaal niet over alledaagse dingen hebben. Maar je moet het bij mensen met autisme soms wel insteken op zingeving. Wat is de zin van het leven? Dat klinkt gelijk zwaar en beschouwend. Maar is dat soms aan de hand? Dat je beter zwaarder kunt insteken en het niet over de lichte dingen des levens kunt hebben? Zit daar dan het probleem?
Nou, ik denk dat dat moeilijke vragen zijn, zeker voor kinderen en jongeren. Zo van, je vraagt wel vaak van, wat wil je? Hè? Van, wat zou je willen bereiken? Wat zou je, hè, hoe ziet jouw leven er over een paar jaar uit? Hè? Hoe zou je het willen vormgeven? Ja. Dus op die manier kun je wel vragen stellen. Een perspectief op termijn. Ja. En dan is het de kunst van, nou, hoe komen we daar dan? Ja. Hè? Van welke stappen heb je dan nodig om daar te komen? En zijn er eventueel ook andere alternatieven nog? En welke tussenstappen zijn dan belangrijk voor je? Ja, welke tussenstappen zijn. En begin bij stap 1 om bij stap 10 uit te kunnen komen. Ja, ja. Ja. Een medicatie is een onderwerp wat gemeld werd. Er moet natuurlijk ook goed uitgevraagd worden hoe dat zit met medicatie. Of die jongen al aan de medicatie is. Ja. Of hem dat kan helpen ook. Ja, medicatie is natuurlijk een belangrijk onderwerp. En dat weet natuurlijk wel, bij autisme is er op zich geen medicatie die echt helpend is. Maar wel van allerlei andere problemen die bij autisme voorkomen, piekeren, angsten, depressie. Ja. Daar kun je natuurlijk wel medicatie op inzetten. Het is onze ervaring dat veel ouders en ook jongeren toch heel huiverig zijn om medicatie te gebruiken. Dus terwijl je soms bij angstklachten dat toch wel heel fijn kan zijn om iets van medicatie te gebruiken samen met therapie. En waarom zijn ze huiverig voor? Nou, de bijwerkingen. Ja. En we weten ook dat mensen met autisme vaak veel gevoeliger reageren op medicatie. Dus dat is ook echt een punt van bespreking, ook van de voor- en nadelen van het inzetten van medicatie. Ja. Want kan het zijn dat er dus uit het advies wat jullie uiteindelijk opstellen, dat daar dus bijvoorbeeld ook een hoofdstukje medicatie bij zit? Ja, klopt. Hm. Ja. Psycho-educatie. Hanneke en Carina die maken daar een opmerking over. Wat is er na de diagnose bij de vorige GGZ-instelling, wat is er toen gebeurd? Heeft Danny wel psycho-educatie gehad en hebben ook ouders begeleiding gehad, oudertraining bijvoorbeeld? Ja. En hoe ver is de familie daarin betrokken? Kortom, ja. Ook zo'n domein waarvan je moet weten hoe dat toegegaan is. Hè, ja, denk wat ik. Weten mensen van autisme is een belangrijke. In dit geval had Danny wel iets van psycho-educatie gehad, niet veel, omdat hij ook niet vaak kwam, zeg maar. En de ouders hebben een groepspsycho-educatie gehad en hadden daar theoretisch wel veel van opgestoken, maar de omzetting naar de praktijk, dat was erg moeilijk. Hm. En dat was ook niet echt goed gelukt. Hm. Ja. Dus uiteindelijk hebben die ouders daar ook niet zo heel veel mee kunnen doen, begrijp ik. Nee, in de thuissituatie niet. En dat was ook een van de problemen die er waren. Zo van, hoe doe je dat dan? Ja. Want kijk, het gaat hier om een jongen die in de puberteit zit. Hè? Dus ik kan me thuis ook daar allerlei problemen bij voorstellen. En dan is het voor jou natuurlijk ook heel lastig om te weten, ja, wanneer is het nou autisme? En wanneer heeft het nou gewoon te maken met de fase waarin zo'n jongen, hè, in de puberteit verkeert? Ja, dat is ook zo. Ja, en die vragen blijven ook altijd komen. Van wat hoort bij de normale ontwikkeling ook? Ja. En wat hoort nu echt bij autisme? Ja. Ja, dan hebben we natuurlijk nog de familie. Komt autisme in de familie voor? De genetische kant daarvan? Ja. Het is altijd belangrijk, vraag eigenlijk sowieso altijd psychiatrische stoornissen in de familie uit. Om te weten van, is er eventueel toch erfelijke aanleg? Maar het is ook heel belangrijk. In dit geval was bijvoorbeeld de moeder best wel heel angstig. Ook van zichzelf, ook vanuit haar voorgeschiedenis. Nou, dan is het belangrijk om daar ook rekening mee te houden in zeg maar, in je behandeling. Hm. Want dat betekent ook dat je daar iets mee moet in de behandeling. Hm. En dat vraag je uit bij de ouders uiteindelijk? Dat vragen we uit bij de ouders, ja. Ja. Ja, dit zijn grofweg de reacties die we binnenkregen op onze vraag online. Welke zaken zijn niet behandeld in deze vragen en komen toch aan de orde bij het traject wat jullie inzetten? De zoektocht. Ja, nou, we kijken natuurlijk ook van naar intelligentie bijvoorbeeld. Hè, van hoe zit dat in elkaar? Van hoe zit het met verwerkingssnellen? We kijken ook naar, bijvoorbeeld is er sprake van depressie? Hè? Bij Danny was ook sprake van somberheid. Nou, we weten ook dat depressie vaak voorkomt. Zeker in de adolescentie. Dus dat is iets om goed na te vragen. Om te kijken van of er of die zich heel erg somber voelt. En hoe dat eruit ziet. Hoe het eten en slapen patroon eruit ziet. Dat soort dingen zijn belangrijk. We kunnen ook, in dit geval was dat niet direct de vraag, bijvoorbeeld naar zelfredzaamheid kijken. En ook van kijken van hoe is die vrije tijdsbesteding, hè, hoe ziet die eruit? Nou, dan krijg je ook een aantal van die leuke onderwerpen, zeg maar het voetballen, dat soort dingen komen dan boven water. Ja. Dat is heel wat. Ja. Dat is een uitgebreid onderzoek. Het kan heel uitgebreid zijn, het kan ook beperkter zijn. Ja, het ligt aan de hulpvraag. Van de hulpvraag, ja. Hè? Wij zijn denk ik door deel 2 heen. Nou ja, helaas moet ik constateren, alhoewel ik wel een vraag binnen zie komen, dat het dus
bij tijd en wijle wel werkt, de chatbox, maar meestal niet. Ik lees hier even één vraag voor. Juist ook belangrijk om de alledaagse zaken te weten en hoeveel ondersteuning een cliënt krijgt, nodig heeft om zijn dag in te richten. Ja. Dat is zeker bij zo'n casus als bij Danny is dat belangrijk om te weten van komt hij zelf uit bed bijvoorbeeld, kleedt hij zichzelf aan of moet je continu naast hem staan, moet je hem continu aansporen. Dus dat vraagt ook van hoe ziet een dag eruit en hoe gaat dat als hij naar school moet? Ja, en ja. Van wat moet je allemaal doen om te zorgen dat hij op school komt? Ja. En de vraag is, wordt hier wel ook opgemerkt, zit Danny nu thuis? Hij wil niet naar school. Mm-hmm, ja. Zit zo'n jongen dan thuis? Nou, in Danny's geval was hij gelukkig nog niet helemaal, dat hij alleen maar thuis zat. Hij ging heel af en toe naar school. Heel af en toe. Maar af en toe dus, zoals de muis. Soms een week, elke dag. En dan weer 4 dagen niet. Oké. Okay. En dan weer 2 weken wel. En dan weer weken niet. Dat was heel erg wisselend. Ja. Dus dan mag je weinig verwachten van schoolprestaties natuurlijk. Nee, en bovendien, dat is natuurlijk ook heel frustrerend. Als je dan op school komt, dan lig je natuurlijk sowieso achter. En dan haal je dat ook niet meer in. En dan val je ook steeds meer eruit, zeg maar, in de klas. Ja, ja. Ja, dat gaat elkaar versterken natuurlijk. Ja. Gaat elkaar versterken, ja. Oké, omdat we niet meer reacties binnenkrijgen via de chat, stel ik voor dat we deel 2 hierbij afsluiten en dat we naar deel 3 gaan om het te hebben over de conclusies. Ja, er zijn dus allerlei kanten van deze casus zijn onderzocht uiteindelijk door jullie. Ja. En wat waren de bevindingen uiteindelijk? Nou, op heel veel fronten hebben we eigenlijk gekeken van wat is er nou nodig. We hebben bijvoorbeeld ook een gezinsonderzoek gedaan. We zijn op huisbezoek geweest. We hebben gekeken van nou, wat gebeurt er nu in het gezin? En hoe kunnen we aansluiting vinden ook bij Danny en bij ouders? En daar zijn een aantal zeg maar aanbevelingen uitgekomen. Waarbij we met name ook hebben gekeken naar school. Dat we zeiden van op deze manier is dit niet meer haalbaar. En we hebben dus geadviseerd cluster 4 onderwijs. Dat was ook door de vorige behandelaar overigens al geadviseerd. Maar dan zie je soms dat Danny en ouders hebben dan toch even tijd nodig om te zien van nou, we willen toch even proberen of het niet met nog extra begeleiding en met zo'n school die alles de medewerking toezet of het lukt. Mm-hmm. En uiteindelijk is dan de conclusie, nee, wat we ook doen, hoeveel we ook inzitten, dit is dus niet wat werkt. Dus cluster 4 onderwijs is dan echt nodig om te zorgen dat Danny weer naar school kan gaan. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Nee. Want we moeten ook met die angsten aan de gang. Ja. Ja. En we hebben toch gemeend van dat er naast het autisme ook echt sprake is van een angststoornis. Ja. En we ook behandeling daarop adviserend. Een angstbehandeling ook. En dan bij voorkeur ook, wat we al zeiden. Nou, vanuit het praktische gebruik maken van visualiseren. Maar ook van zeg maar, eventueel wandelend contact zoeken met de jongen in de thuissituatie krijg je mee. En vervolgens kijken of je daar inderdaad met een behandeling die angst zeg maar, beter onder controle kunt krijgen. Lukt dat goed met een behandeling? In principe lukt dat goed. De ervaringen met angstbehandeling bij mensen met autisme zijn heel veelbelovend. Ja. Mm-hmm. Ja. En hoe lang is zo'n behandeling dan? Over het algemeen duurt het wat langer dan bij mensen zonder autisme. En dat varieert tussen de 6-16 weken. Hm. Ja. Dat vind ik nog relatief snel eigenlijk. Ja. 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 En dan kun je helemaal van die angststoornis afkomen? Nou, helemaal. Maar in ieder geval, het wordt beheersbaar. Zodat je wel in principe, dat is dan toch het doel, weer gewoon naar school kunt. Ja. Zonder dat je daar de spanning heel hoog oploopt. Ja. Ja. En hoe is dat verder gegaan in dat gezin met de ouders? Ja. Nou, met de ouders zijn is ook belangrijk dat daar gesprekken mee zijn. Hè, dat er ouderbegeleiding is. In de zin van, hoe zet je nou die theoretische kennis vanuit het autisme, maar ook wat je weet over angststoornis, hoe zet je dat om? En wat doet dat met jezelf ook? Hè, als je zelf ook wat angstig aangelegd bent, wat heb je dan nodig om te zorgen dat je toch stevig kunt staan? Ja. Hè, dat je voorspelbaarheid en kunt bieden aan Danny. Maar belangrijk ook is het meenemen van de broertje daarin, die ook natuurlijk zijn positie heeft. Dat één broertje. Ja. Ja. Ja, dat ook die gehoord en gezien wordt. En gekeken wordt van dat niet het hele gezin om Danny heen gaat draaien, maar dat ook het broertje zijn eigen positie heeft. Ja. Ja. Dus daar moet je ook systemisch naar kijken, zeggen we dan. Hè. Dus, dat vraagt dus ook veel, maar
dat is wel wat hij nodig heeft. Je hebt de omgeving ook echt nodig bij zo'n jongen als Danny, ja, om te laten functioneren. Ja. En nou, dat advies dat staat op een gegeven moment op papier. Ja. Dat wordt nog een keer bij jullie in team besproken. Dat wordt met de cliënt besproken, met de ouders besproken. Ja. Iedereen herkent zich daar dan in, uiteindelijk? Of gaat daarin mee? Ja, uiteindelijk is de bedoeling, dus dat is wel om de opzet van dat iedereen zich herkent daarin. En ook ziet ze even, oké. Soms is het pijnlijk en soms ook best wel moeilijk. Maar wel dat mensen zeggen, oké, we kunnen die stap zetten. Ja. En in hoeverre weekt dit nu af van zeg maar, wat bij de GGZ was ingezet? Wat is hier nou bijgekomen wat bij de GGZ misschien niet is gezien of beperkt is gezien? Is dat die angststoornis vooral? De angststoornis, maar ook zeg maar, het systemische component hierin. Van hoe belangrijk is het dat deze ouders ook heel erg gehoord worden. En dat je ook kijkt van wat is er met de ouders en wat kunnen die zeg maar, inzetten. Ook naar de sterke kanten van de ouders kijkend. Hè? Van wat kunnen zij nu goed inzetten om te zorgen dat die angsten voor Danny ook nou ja, beheersbaar worden. Hmm. Ja. Hmm. En daarbij speelt ook wel, zeg maar, je hebt de tijd ook soms nodig. En wat we ook gedaan hebben, wat zeg maar, is toch wat meerdere huizen. Wat bedoel je met tijd? Nou, tijd nodig voor onderzoek, maar ook tijd om te realiseren, om te zien dat de stappen die je zet, bijvoorbeeld zo'n schoolgang, dat je zegt van oké, we gaan mee in zo'n reguliere school, we gaan kijken wat is haalbaar. En dat je dan met elkaar tot de conclusie komt, kijk, we hebben nu zoveel ingezet, maar het werkt dus niet. Dit is niet voldoende. Nee. En dat is, als je dat met elkaar kunt concluderen, is dat fijner dan dat je dat als hulpverlener moet roepen van nou, hup, naar een andere school. Dat werkt dan niet. Hm. Ja. Dat gaat uiteindelijk naar de behandelaar, neem ik aan. Want die heeft de hulpvraag bij jullie neergelegd, toch? Ja, en die moet althans hier iets mee of kan daar iets mee. En dat is een beetje aan de instelling die behandelt, hè? Ja, we overleggen. Dan trekken jullie je handen er verder van terug en dan is het einde verhaal. In principe is het dan einde verhaal. Uiteraard kunnen ze altijd opnieuw aanmelden. Ze zeggen van nou, we hebben een aantal dingen ingezet. Het werkt niet of het werkt wel. Of denk nog eens even met ons mee. Dat kan altijd. Ja. Oké. Nou, dit was dus de casus van Danny. Bedankt in ieder geval voor alle reacties die zijn binnengekomen. Bedankt ook voor jouw uitgebreide beantwoording van dit verhaal. We gaan in december weer een nieuwe uitzending maken. En ook weer een casus bespreken. Dus als u de smaak te pakken heeft, noteer in uw agenda op 16 december, 's avonds om 8 uur, behandelen we weer een casus. En we zien u dan graag terug. Bedankt voor het kijken.